Charlotte Saanman was een Berlijnse kunstacademiestudente, Joods. Haar grootmoeder is voor haar ogen uit het raam gesprongen. En in diezelfde tijd vertelde haar grootvader, eigenlijk onthulde haar een vreselijk familiegeheim. Namelijk dat ook haar eigen moeder zelfmoord had gepleegd. Dat er reeksen aan depressie, geestesziekte en zelfmoord in de familie waren. En haar hele bestaan komt eigenlijk op losse schroeven te staan. Ze zit daar alleen als vluchteling met haar grootvader, met wie ze eigenlijk helemaal geen goede band heeft. En ze is dan doodsbang dat dit haar lot is. Ja. En dan gaat ze eigenlijk vechten. En dan wat ze doet, ze denkt terug aan de zangpedagoog Alfred Wolfson. En die een idee had opgevat dat je jezelf als mens kan herscheppen. En dat is eigenlijk letterlijk wat zij met dit kunstwerk gaat doen. Ze gaat haar leven reconstrueren. En ze voert haar leven eigenlijk op als een theaterspel.